Bij vestigingen van supermarktketen Jumbo in de omgeving van Nijmegen kon dit jaar gespaard worden voor unieke foto's uit het Vierdaagse archief. Deze kunnen worden ingeplakt in een speciaal boek. Waarschijnlijk had deze supermarkt vooraf niet gedacht dat vele van deze plaatjes uiteindelijk in de Nijmeegse Kruittoren zouden belanden. Josette van Dinteren van Grootmoeders Keukenmuseum spaart zoveel mogelijk boeken bij elkaar om deze cadeau te doen aan haar internationale gasten. Nou, ik begon met een boek voor mezelf. Toen hield ik plaatjes over en toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als mijn gasten die uit Amerika, Canada, Australië, Japan, overal vandaan, komen ze in de Vierdaagse Week bij mij koffie drinken. Ik denk, hoe leuk zou het zijn om die mensen als cadeautje een volgeplakt boek te gaan geven. Toen had ik één boek vol, maar toen hield ik nog plaatjes over. Want toen dacht ik van, ik wil hier gewoon meer mee gaan doen. Want de gasten die bij mij in het museum komen, zijn vaak mensen die al 35, 30, 40 keer de Vierdaagse hebben gelopen. En dan zeg ik, do you come back next year? En dan zie je ze kijken, soms geëmotioneerd. I don't think so, my health is not so good. En hoe leuk zou het zijn om als a gift from the heart ze een boek te geven wat helemaal volgeplakt is met plaatjes van de Vierdaagse. Mm. Want voor deze mensen is het vaak ook een afsluiting van een fase in hun leven. 30 keer naar Nederland, 30 keer bij een gastgezin of in een hotel, 30 keer die Vierdaagse loop. En dan lijkt het me geweldig als je dan op je oude dag in Canada zit en je gaat nog eens kijken naar die leuke tijd die je gemaakt hebt in Nijmegen door mee te lopen met de Vierdaagse. Mm. Vaak zijn, komen er ook partners mee en wordt het gewoon een soort vakantie voor die mensen. Ja. Maar toen dacht ik dus, ik wil dit grootser op gaan zetten. Toen heb ik de Maas en Waler gebeld. Die zijn gekomen voor een interview. Mm-hmm. En het is niet te geloven. Ik denk dat ik wel 10.000 plaatjes heb gekregen. Zo, dat is een hele organisatie. Ja, en het begon dus met, ik wil 10 boeken maken. Maar soms liggen er ineens 6 boeken in de brievenbus. Met een briefje, ik was bij de buurman. En die had nog 6 boeken. Ik zei, wat ga je daarmee doen? Ik weet het niet. Dan neem ik ze mee voor dat vrouwke van de Vierdaagse. Nou, zo iemand gooit dan bij mij weer 6 boeken in de bussen. Maar dat betekent ook weer 6 keer 320 plaatjes plakken. We hebben er intussen al 6.400 geplakt. Zo. Maar doordat we nu ook nog weer boeken erbij hebben gekregen, blijft het plakken dus gewoon doorgaan. Maar we vinden het een feestje. Vooral omdat we er anderen plezier mee kunnen doen. Ja. En voor in het boek is het altijd blanco. En hier komt een velletje in. This is a gift from the heart. En alle mensen die mij plaatjes hebben gegeven en hun naam achtergelaten hebben op de envelop, die ga ik hier inschrijven, zodat het ook een gezicht krijgt hoeveel mensen zich ingespannen hebben om deze cadeautjes te geven. Want het is mijn idee, maar alleen kan ik het niet doen. Nee. Dankzij dat er zoveel mensen zijn geweest die dit initiatief steunen, kunnen we deze boeken maken en ze weg gaan geven. Kijk. En je vertelde net ook dat je zelfs plaatjes gaat halen. Ja, soms zijn mensen een slechter been. En dan fiets ik door heel Beuningen en Ewijk. Ik ben laatst 4 keer nat geregend op een zondag. Omdat iedere keer als ik weer net onderweg ging, begon het weer te regenen. Maar dacht ik, als ik terugfiets, word ik ook weer nat. Dus dan maar weer een nieuw jas aan en weer op de volgende ronde. Want mensen op allerlei manieren reageren ze. Of ze hebben het gelezen of een vriendin van een vriendin. Mm-hmm. Ja. Ik woon zelf in Beuningen, maar vanaf Deest, Gassel, Kuik, allemaal mensen die via via bij ons plaatjes in de bus doen. Ja. Dus ik wil die mensen ook allemaal ontzettend bedanken dat ze zo lief zijn om aan dit initiatief mee te werken. Ja, ja, ja. Dus wat jou betreft sta je te popelen volgend jaar om open te gaan met de Vierdaagse. Helemaal, maar de maand juli is sowieso in de Kruittoren Vierdaagse maand. Okay. Dus iedereen die hier gezellig een kopje koffie met een taartje komt drinken, zit in een omgeving die helemaal aangekleed is voor de Vierdaagse. We houden het warm en jij houdt het zeker warm.